Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u van harte welkom. Ook iedereen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Van As. Dank u wel. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Ja. Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Van As, u bent op verschillende momenten betrokken geweest bij de V250, de VIRA. Eerst als directievoorzitter van Netrain, het onderhoudsbedrijf van de Nederlandse spoorwegen. Vanaf 2006 was dat 4 jaar lang. En Netrain was in die periode bezig met de voorbereidingen om later ook het onderhoud van de V250, de VIRA, te kunnen verzorgen. Daarna was u er weer betrokken bij in 2013 toen de VIRA uit de dienst werd gehaald. U had inmiddels een eigen adviesbureau opgericht en de Nederlandse spoorwegen hadden u ingehuurd om de V250, de VIRA, door te lichten. U heeft daarnaast in 2012 een managementboek uitgebracht over uw periode bij Netrain. In het boek refereert u een aantal malen aan het V250-project. En in dit verhoor zullen wij u met name vragen stellen over uw bevindingen bij het doorlichten van de VIRA in 2013, waar we beginnen bij de periode dat u directievoorzitter was bij Netrain. En het verhoor wordt begonnen door mevrouw Vos. Ja, meneer Van As, u heeft 2 keer de fabriek van Ansaldo Breda in Pistoia bezocht. En het eerste bezoek was in 2006 en dat was samen met de heer Meerstad, onder andere. Onder andere, ja. Onder andere. Wat was het doel van dat bezoek in 2006? Het was eigenlijk een toevallige samenloop van omstandigheden dat ik erbij was. Het bezoek was gepland begin april, medio april, om te kijken naar de eerste mock-up van de trein. Zeg maar een schaalmodel, hoe het interieur eruit zou komen te zien. Dat was een bezoek van meneer Meerstad en Nol Dupke, meneer Dupke, de projectleider, meneer De Leeuw, om daarna te kijken. Ik was toen net 2-3 weken directievoorzitter en ik kende meneer Meerstad niet zo goed. Dus hij zei, misschien wel een goed idee dat we een keer samen op reis gaan. Ik had sowieso natuurlijk interesse om die fabriek te zien. Ook een gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Dus ik was er eigenlijk redelijk toevallig bij aangesloten. Maar het doel van het bezoek van de heer Meerstad en Dupken was om die mock-up, dus schaalmodel te bekijken. Ja. En uw doel was eigenlijk om de heer Meerstad en de heer Dupken te leren kennen? Nou, meneer Meerstad in eerste instantie, maar eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik wel heel veel interesse had in die fabriek. Hè? Want er gingen uiteraard verhalen rond over wat er allemaal speelde rond dat project. Er gingen verhalen rond? Er gingen al verhalen rond, zegt u? Nou ja, het was natuurlijk geen onbekend punt en een belangrijk project. We waren bezig om een fabriek neer te zetten die in 2007 opgeleverd moest worden. Dus er was voor mij een hoop interesse om eens een keer in Pistoia te gaan kijken wat er nou allemaal gebeurt. Ja. Want in uw boek schrijft u over dat bezoek van 2006. Ik kan me niet voorstellen dat uit deze fabriek veilige en kwalitatief goede treinen komen. Misschien nog even nuance, want in mijn boek staat niet dat het over Ansaldo Breda gaat. Hè? Nee, maar het was een zekere treinenbouwer in het zuiden van Europa. Ging het nou over Ansaldo Breda? Ja, daar ging het wel over. Oké. Okay. Ja. Dus het ging over Ansaldo Breda en over Ansaldo Breda zei u, die fabriek in Pistoia. Ik kan me niet voorstellen dat uit deze fabriek veilige en kwalitatief goede treinen komen. Ja. Waarom had u die indruk? Nou, wat ik doe als ik in een plan kom, ik probeer een voorstelling te maken. Wat gebeurt hier precies? Hoe functioneert dit bedrijf? Mm-hmm. En ik kijk dan niet naar producten, maar ik kijk vooral naar processen.
Hoe is het voortbrengingsproces in dit geval van een trein? Hoe gaan mensen met elkaar om? En wat zie je gewoon? Wat kun je bij zien, voelen en ruiken? En wat zag, voel en rook u? Wat ik vooral zag laat ik het zo zeggen, een ongeorganiseerd productieproces. Ja. Heel veel onderdelen die niet gebruikt werden. Heel veel halffabrikaat, wil zeggen tussenvoorraden die stilstonden omdat er geen vervolgproductie mogelijk was. Mm-hmm. Heel veel eindproducten. Wat ook erg opviel is niet gebruik van veiligheidsmiddelen bijvoorbeeld. Orde, netheid. Nou, dat zijn gewoon indrukken die eigenlijk iedereen kan doen in een vrij korte tijd in een organisatie. En ik heb nog specifiek gekeken naar een paar bijzondere dingen. Bijvoorbeeld in de goederenstroom, wat liggen daar nou voor onderdelen en hoe lang liggen ze daar al? Dat vind ik een heel belangrijk indicator van wat loopt. Nou, ik heb het ook nog aan meneer Meerstad laten zien, er lagen onderdelen bij die al ruim een jaar ongebruikt langs de lijn lagen. Wat zegt dat dan, zo'n ding dat dan een jaar ongebruikt ligt? Nou, dat die goederenstroom niet goed loopt. En als de goederenstroom niet goed loopt, wat zegt dat dan? Als de goederenstroom niet goed loopt, dan loopt het hele proces niet goed. Ja. Dan hoopt de boel op. Dat kan zijn op de specificaties niet deugen. Dat kan zijn op dat mensen niet goed getraind zijn of opgeleid zijn. Het kan zijn dat de verkeerde onderdelen zijn aangeleverd. Nou, er kan van alles mis zijn, maar het onderdeel wat daar ligt, is niet gebruikt. En dat is een hele belangrijke indicator dat het proces niet goed loopt. Dat is een symptoom van veel andere zaken. Ja. Want we hebben begin deze week ook met de kwaliteitsmanagers gesproken. Kan je dan zeggen dat het kwaliteitsmanagement systeem in de praktijk niet deugt? Of niet? Als ik het goed vind, zou ik twee minuten willen vertellen over een kwaliteitsmanagement systeem. Nou nee, dat hebben we heel uitgebreid al besproken. Dus we gaan echt op uw tijd daar in 2016. Ja, maar daarom zou ik willen uitleggen wat mijn visie erop is. Omdat die anders is dan ik tot op heden gehoord heb. Maar wij willen graag niet over processen praten, maar over heel gerichte vragen. En dat is de vraag die mevrouw Vos stelt. En daar wil ik graag dat u daar antwoord op geeft. Zou u de vraag ook willen herhalen? Nou ja, de indruk, hè, dus uw indruk, u zag een aantal symptomen. Dat leidde tot de indruk dat u dacht, uit deze fabriek kunnen geen veilige en kwalitatief goede treinen komen. En u zegt net, de vraag was, waarop was uw indruk, deze indruk gebaseerd? Nou, u zegt, er lag allemaal rommel, zaken die een jaar niet gebruikt waren. Veiligheidssystemen werden niet gebruikt. Dat zag u. Dat rook u, dat voelde u en op basis daarvan schreef u dat in uw boek. Heeft u dat ook toen op dat moment tegen de heer Meerstad en de heer Dupke die erbij was gezegd? Ik heb met meneer Meerstad een aantal dingen gedeeld. Hè. Datgene wat ik nu tegen u zeg, op dezelfde manier uiteraard. Een heel specifiek punt was uiteraard het niet gebruiken van veiligheidsmiddelen. En wat ik net vertelde, onderdelen die er al heel lang lagen en niet gebruikt werden. Hoe reageerde de heer Meerstad erop? Heeft dat aangehoord? En de heer Dupken, want uiteindelijk is de heer Dupken die met haar... Ik kan me niet herinneren, misschien hebben we er met meneer Dupken over gesproken, maar ik kan me niet herinneren dat we dat gedaan hebben in ieder geval. Maar de heer Meerstad nam dat voor kennisgeving aan, uw bevindingen. Ik heb meneer Meerstad verteld wat ik gezien heb en wat hij er verder mee gedaan heeft. Maar zijn reactie, schrok hij, zei hij er nog wat van? Nee, ik kan me niet herinneren. Dat daar nou echt iets concreets op gevolgd is. Was u geschrokken trouwens toen u dat zag? Ik was behoorlijk verbaasd, laat ik het zo stellen. Gezien het referentiekader wat ik in mijn hoofd had zitten van dit soort bedrijven, was ik wel behoorlijk verbaasd over wat ik aantrof. Het verbaast mij dan dat de heer Meerstad niet verbaasd is, maar goed, daar komen we straks op. In 2009 was u voor de tweede keer bij Anzaldo Breda in Pistoia. Wat was het doel van dat bezoek? Het doel van dat bezoek was dat er twee treinen van Italië naar Nederland zouden komen om ze in Nederland verder af te bouwen en te kunnen testen. En daarvoor moest een accommodatie ingericht worden. Dat gebeurde uiteindelijk in een plant van Netrein in de Watergraafsmeer. En daar moest een contract voor getekend worden, zodanig dat er een huurovereenkomst kwam en Ansaldo daar huur voor ging betalen. Dat was eigenlijk een soort ceremonieel bezoek in mijn beleving. Dat tweede bezoek, het doel daarvan was ceremonieel een handtekening zetten? Ja. Maar u heeft tijdens dat bezoek ook een soort van quickscan uitgevoerd in die fabriek. En hoe ging dat uitvoeren van die quickscan dan in zijn werk? We hebben op de avond van aankomst hebben we dat contract getekend. En de dag erop zijn we in de fabriek geweest. Ik zat 1,5-2 uur minimaal. Op dezelfde manier.
ik kijk naar een product. We hadden de kans, het geluk ook, dat we vrij konden rondlopen. Het vaak is wel de kunst om bij een georganiseerde rondgang om dat te ontlopen. Nou, dat was hier een punt. Ik mocht vrij rondlopen. En dan kijk je naar op dezelfde manier een organisatie. Wat zie je? Hoe ziet orde en netheid eruit? Mm-hmm. Hoe word je ontvangen? Ja. Je kijkt naar weer een goederenstroom. Wat staat er allemaal? Zijn mensen aan het werk of lopen ze rond? Nou, dat zijn eigenlijk de indrukken in de eerste 5 minuten. Dus in 5 minuten heb je al een behoorlijke indruk, hoe gek het ook klinkt, wat er gebeurt. Dus dat is de eerste observatie. Nou, dan ga je verder kijken, ook weer van, er liggen onderdelen, waarom liggen ze daar? Er staan halffabrikaten, waarom staan ze daar? En uiteindelijk probeer je een beeld te krijgen van hoe functioneert nou het kwaliteitssysteem? En dan bedoel ik dus niet, is het allemaal keurig afgevinkt? Op de papier, maar is het wezen van kwaliteit, het continu verbeteren van de processen aanwezig? Heb je informatie of hangt er informatie in de fabriek over hoe de kwaliteit van het werk wordt uitgevoerd? Zie je verbeteracties? Ja. Zie je dat men leert? Nou, dat zagen we niet. Nou, dat is voor mij een indicatie dat er geen goed functionerend kwaliteitssysteem is. Op basis van uw quickscan zag u dus geen goed functionerend kwaliteitssysteem. Als u dat vergelijkt met 2006, u zei net, met dit soort bedrijven, ik had nog nooit zo'n ervaring gehad. U bedoelde daarmee treinfabrikanten of ook andere soorten van bedrijven? Ja, laat het hebben over bedrijven met deze achtergrond en omvang. Hè. Af en toe was een hele kleine bedrijven in schuurtjes, maar heb je het echt over gewoon industriële bedrijven? Waar ze auto's maken, treinen, schepen, scheepskranen. Uw ervaring is gebaseerd op dat soort bedrijven? Ja. En daarvan zei u net, ik had nog nooit zoiets gezien. En ook in 2009, op basis van uw quickscan, stelt u eigenlijk hetzelfde vast als dat u eigenlijk in 2006 had gezien. Ja. Maar ik moet er iets aan toevoegen, als het mag. Ik heb ook een aantal vragen gesteld rond die quickscan, onder andere aan de projectleider. Ja. En ik heb hem letterlijk gevraagd, dat is de heer Vannucci, wat is er gebeurd de afgelopen 3 jaar? En toen was zijn antwoord, heb ik overigens ook in mijn boek geschreven. Zijn antwoord was, wij hebben in 2006 ingezien dat het niet goed ging. We hebben een heleboel nieuwe mensen aangetrokken uit de industrie, maar die zijn inmiddels door alle frustraties weer weg. Dus het verschil tussen 2006 en 2009 was eigenlijk, het was alleen maar slecht geworden, omdat de mensen die daarvoor aangetrokken waren, weer weg waren. Dus welke frustraties waren dat dan, dat ze weggingen? Over het niet lopen van de productie, niet lopen van het hele project. Dus Vannucci zei, het is nog slechter geworden omdat wij het zo slecht gemanaged hebben? Ik begreep het niet helemaal, dus... Ik zei wat anders. Ja. De heer Vannucci zei, wij hebben in 2006 heel veel nieuwe mensen aangenomen uit de industrie, omdat we zagen dat we problemen hadden. Mm-hmm. Maar die mensen zijn inmiddels alle frustraties weer weg. En waarom, wat voor soort frustraties waren dat dan? Heb ik hem niet gevraagd. Dat was zijn verklaring? Ja. Waarom het dus 3 jaar later, na dato, nog steeds zo slecht ging, eruit zag? Slechter vond ik. Ja. Slechter zelfs. Die quickscan, wie heeft die ontwikkeld? Dat is meneer Goedersson. Die heeft het in 2002 ontwikkeld. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig instrument. Mm-hmm. Het is zelfs ontwikkeld voor als je zeg maar een getraind oog hebt, om dat in een half uur te kunnen uitvoeren. En dat is zeg maar de manier waarop ik nu vertel, dat je een hele goede indruk hebt door met een getraind oog naar het proces te kijken. Read your plant fast. Ja, rapid plant assessment. Ja, de heer Liefting zei vanochtend, dat had hij uit een tijdschrift, maar dat klopt inderdaad. Dat is een methode die in 2002 Het is in ieder geval een keer gepubliceerd in Harvard Business Review werd het, geloof ik. Hè? En wordt veel gebruikt. En dus de resultaten van die quickscan waren, met uw geoefend oog, het is nog slechter dan in 2006. Het kwaliteitssysteem. Ja, ik wil nog maar zeggen, ten opzichte van 2006, heb ik niet die scan uitgevoerd, hè, maar het was gewoon slecht. Ja. Met wie heeft u de resultaten van die quickscan gedeeld? Nou, ik heb met Kok Liefting. Die heeft u vanmorgen gesproken en meneer Van Hees hebben dat nog doorgenomen in de taxikamer gereden, want we hadden heel weinig tijd om door te praten. En dat was uit mijn hoofd op een woensdag van donderdag in de week. En de maandag erop was er een groepsraadbijeenkomst van de NS, waar ik onderdeel van uitmaak. Waar zeg maar de NS-directie met de bestuursvoorzitters bij elkaar zit, daar heb ik dit ingebracht. Wie zaten er allemaal bij die groepsraad? Vanuit de NS-directie zijn dat de heren Meerstad en Niggebrugge. Ja. En vanuit de bedrijfsonderdelen is dat meneer Hubers van het reizigersbedrijf, meneer Van Roosendaal van het HSA-bedrijf. Ik denk dat het toen nog mevrouw bouwmeester was van stations, dat wil ik eerlijk gezegd niet meer. En ikzelf. Dus in de hele groepsraad heeft u gezegd, op basis van mijn quickscan,
zie ik dat het kwaliteitssysteem van Ansaldo Breda niet goed is. Ik heb, anders wat ik daar letterlijk gezegd weet, maar ik heb in ieder geval wat ik zeker gezegd heb, is hier komen nooit goede treinen uit. Heeft u herhaald eigenlijk wat u in 2006 zei? Ja. En dat moet dus die hele groepsraad geweten hebben. Wat was de reactie van de groepsraad toen u dat in de groep gooide? Nou, Meerstad zei, dit is een dusdanig ernstig signaal. Daar moeten we een aparte vergadering aan besteden. Het was een informele groepsraad, kan me herinneren. Dus Meerstad stelde voor om het programma dat we hadden daar verder niet voor om te gooien, maar een aparte vergadering aan te wijden. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb de stukken nog eens nagelezen, want ik kan die helemaal niet meer reproduceren. Maar meneer Van Roosendaal, die eigenlijk de vervoerder zou moeten worden van de treinen, heeft toen de vraag gekregen om daar een vergadering voor uit te zetten en daar een paar regels van tevoren over op papier te zetten. En dat is gebeurd. En toen? Wat gebeurde in die vergadering? Wat voor acties er uitgekomen? Ik heb dat weer hetzelfde gezegd. En ik heb ook gezegd waar ik dat op gebaseerd heb. Toen is er nog aan mij gevraagd, oké, wat zou je dan voorstellen om te gaan doen? Dat heb ik toegelicht. En volgens is dat eigenlijk kort door de bocht van tafel geveegd. Pardon, u heeft een aantal adviezen gegeven wat ze zouden moeten doen en dat is van tafel geveegd? In ieder geval, het was in ieder geval geen aanleiding om daar op dat moment verder op in te gaan. Welke adviezen gaf u? Ik heb drie dingen teruggegeven. Het eerste is, mijn observatie was in 2009 vooral dat die assemblage niet goed liep. Met de achtergrond die ik heb in andere industrieën, dat in de voorbereiding moet zitten. In de vertaling van het ontwerp naar de productie. Dus mijn advies is geweest, stop met alleen maar het eindproduct en de productie te monitoren, maar ga ook in de voorbereiding kijken. Wat gebeurt er nou precies? Probeer vat te krijgen op de kwaliteit van die voorbereiding. Dat is één. Ja. En ik heb me voorgesteld om met een klein team van 5 mensen daar gewoon eens 2 weken in te duiken. Klein team vanuit Nederland, zeg maar. Vanuit Nederland, ja. Dat heb ik overigens niet in die vergadering voorgesteld, maar naderhand in vervolggesprekken met meneer Ingebrugge. Het tweede wat ik gezegd heb is, als je kijkt naar de bedrijfszekerheid van een trein, dan is die afhankelijk van een viertal dingen. De eerste is uiteraard hoe die gebouwd wordt, maar ook de communicatie van de trein met de baan. Ja. Ook hoe die bediend wordt en hoe het onderhoud gepleegd wordt. 30 tot 50% van de problemen in de dienstregeling, die ontstaan door bedieningsfouten. Onderhoudskosten zijn bij een goedlopende trein al 2 keer zo hoog in de levensduur als de aanschafkosten. Dus ik vind dat je die kennis en ervaring moet inbrengen in je project. Dus van ik heb de onderhoudsmensen eigenlijk? Niet alleen onderhoud, ook de mensen die met treinen rijden. Ja. De machinist ook, ja. Dus breng dat in je projectleiding. Ja. En mijn voorstel is geweest, geef een projectleider mensen in zijn team en ook de mogelijkheid om die kennis te gebruiken om dat project vlot te trekken. Dus u moet... Uw advies was eigenlijk, ga de Italianen helpen. Dat was nummer 3. Advies, helpt me gelukkig. Advies 3 is van, ga ze helpen. En dat advies is dus van tafel geveegd in die tweede vergadering, naar aanleiding van uw signalen. Ja. En heeft u nog gevraagd waarom? Ik heb dat niet gevraagd, maar ik heb er achteraf wel een gevoel bij wat hoe dat komt. Maar ik heb het niet gevraagd. Nee. En wat was achteraf uw gevoel daarbij? Ja, maar dat is nogmaals, dit is ook op basis van wat u allemaal boven water heeft gehaald de afgelopen weken. Ik denk dat de NS-directie eigenlijk tot zijn nek in de ellende zat. En niet alleen de NS-directie, maar het hele project in samenwerking met Ansaldo Breda, de relatie met de Belgen, de relatie met de staat. Dat ze eigenlijk volgens mij niet konden overzien wat zo'n ingreep zou betekenen op dat moment. En daardoor maar de keuze gemaakt hebben om zo door te gaan. De veronderstelling dat het toch opgelost zou worden. Want dat waren de signalen die kwamen vanuit NSFC, de projectleiding. Dus ik denk dat ze een afweging gemaakt hebben. Maar nogmaals op basis van wat ik hier de afgelopen dagen gezien heb. Van als we nu ingrijpen, wat gebeurt er? Of blijven we de lijn volgen? Andere signalen van andere mensen die zeggen, het wordt lastig. Maar uiteindelijk komt het voor elkaar. Ze hebben gekozen eigenlijk voor de lijn van NSFSC, de projectleiders. Het komt allemaal goed. En u denkt achteraf, tenminste als ik zit naar u te luisteren, u denkt achteraf dat ze omdat ze tot hun nek in de problemen zaten, dat ze eigenlijk uw signalen er niet bij konden hebben. Dat zou zomaar een reden kunnen zijn, ja. Oké. En eigenlijk begrijp ik dat ook wel, maar het is... U begrijpt het wel?
Nou, als iemand er nog een signaal afgeeft, ik denk een serieus en een goed onderbouwd signaal afgeeft, ja. dat de problemen daar niet kleiner van worden. Nee, maar ze hadden misschien een aantal problemen voorkomen kunnen worden. Want dat was op dat moment uw analyse. En dat hebben we eigenlijk vanochtend ook de heer Liefding horen zeggen. Als de mensen van NetTrein eerder betrokken waren geweest bij de bouw en het toezicht op de bouw van die treinen, dan was misschien een aantal problemen niet opgetreden. Er is in de aanbestedingsfase een keuze gemaakt om een turnkey bij de leverancier neer te leggen. Daar is de fout gemaakt, vind ik. Oké, daar kom ik straks nog even op de turnkey-vraag. Nog even over die melding. Wat u meldde, was dat nou nieuw voor hen? Dus uw signalen ten opzichte van wat ze dus eerder wisten over de bouw? Ik denk dat dat ik dat waarschijnlijk wat stelliger en wat duidelijker heb gebracht dan heel veel andere mensen. En ook gelijk is een omvang, maar er ook een conclusie aan heb verbonden. Ja. Dus gezegd, heel extreem, er komen geen trein uit. Want vorige week zei de heer De Leeuw dat hij uw analyse, uw beeld van de fabriek niet herkende. En ook de heer Jonkers had er vertrouwen in, dus dat het allemaal dat het goed zou komen. En u heeft op basis van twee bezoeken dus een heel andere indruk. Hoe verklaart u nou het verschil van inzicht tussen u, dus uw methode, en die mensen die dus daar vaker rondliepen? Dat kan ik niet verklaren. Ik kan u vertellen wat ik geconstateerd heb, hoe ik er tegenaan kijk. Ik kan moeilijk vergelijken met hoe iemand anders kijkt. En ook uw eigen medewerker, de heer Liefding, die deelde uw analyse niet. Kunt u dat verklaren? Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Kunt u zich niet voorstellen? Hij zal het waarschijnlijk niet zo extreem gezegd hebben zoals ik. Maar ik ben ervan overtuigd dat meneer Liefding zich zorgen maakte. Ja. Ik heb het niet helemaal gevolgd vanmorgen, maar mijn mening niet delen, dat is denk ik wel een beetje heel erg zwart-wit. Nou ja, helemaal niet. Ja. Dat zei hij vanochtend. Hij herkende het niet. Nee. Ja. Dus, als ik het goed begrijp, u heeft gewaarschuwd en uw vermoeden is dat men uw waarschuwingen, dat hier niets naar overgenomen, dat men tot zijn nek in de problemen zat. En nogmaals, doe ik ook op basis van hetgene wat ik de afgelopen dagen in fragmenten gezien heb. Ja, ja. En waarom heeft u daarna nog gevraagd van of niet inmiddels wel tijd was om wat met uw adviezen te doen? Heeft u het advies nog opgevolgd? Nou, de vergadering is afgelopen, volgens mij was het op vrijdagmiddag. En uiteraard praat je daarna in allerlei overleggende bilas met elkaar over wat gebeurt er nou. Iedereen maakt zich geweldig zorgen. Ja. Dat gold natuurlijk ook voor de NS-directie. Dus uiteraard praat je voor, joh, als we nou dat doen, of heb je misschien daar een idee? Of er wordt uiteraard over doorgepraat. Ja. Maar er gebeurt dan vervolgens niks. Ik bedoel, had u niet de neiging om continu dan aan die bel te gaan trekken? Want u ziet wel dus dat iedereen dezelfde problemen heeft. Zeker vanaf 2009, de vertraging en dergelijke. Ja, ik heb de inschatting gemaakt van wat is mijn rol hier. Hè? Maar ik had formeel geen rol als in het hele project. Ik vond dat ik wel een verantwoordelijkheid had als groepsraadlid. Dus ik heb het daar gemeld. Ja. Duidelijk, stellig. Ja. Met een paar, volgens mij, hele duidelijke adviezen. En ik heb het besluit van de NS-directie aanvaard. En dat is het dan volgens ook, hè? Ja, maar uw advies werd, zoals u al zelf zei, van tafel geveegd. Ja. Mevrouw Bergkamp heeft nog een vraag. Ja, u zei dat bij de tweede quick scan de heer Vannucci van Ansaldo Breda zelf aansprak. Ja. Dat er geen progressie was. Ja. Waarom deed de projectleider, de heer De Leeuw, dat niet of directeur Meerstad? Ja, dat moet u echt zelf vragen, denk ik. Ik ben in de fabriek geweest. En ik probeer als eerst zo snel mogelijk onder de georganiseerde rondleidingen uit te komen en mijn vraag beantwoord te krijgen. Dus ik heb die vraag gewoon gesteld. Gewoon direct gesteld. Ja, heeft u ook gezegd tegen de heer De Leeuw van, goh, stap eens af op de directeur van Ansaldo Breda? Dat bedoel ik 2009? Ja, bij de tweede quick scan. Toen u dacht, er zit geen progressie in. Toen was meneer De Leeuw geen projectleider. Toen was hij er even tussenuit. Dat was net in die periode. Ja. En wie was voor u toen dat het aanspreekpunt? Nou, ik heb, wat ik net vertelde, het is gemeld in de groepsraad. En daarna is er een bespreking gehouden, eigenlijk onmiddellijk daarna, met de directeur van NSFC, de baas van de projectleider, meneer Van Dijk. En daar is het in besproken. En u zei net ook in het verhoor met mevrouw Vos dat de NS zat in de ellende. En de projectleider van NSFC sprak geruststellende woorden of was geruststellend. Waarom zou een projectleider dat doen? Waren de feiten niet hard of was het niet duidelijk? Ik ga ervan uit dat de projectleider dat doet omdat hij echt overtuiging heeft dat het goed komt.
En dat hij dus de problemen kan overzien en dat hij de problemen kan oplossen. Dat kan de enige reden zijn. En ik ken de heer De Leeuw niet zo heel goed, maar ik denk dat hij dat zo gedaan heeft. Ja. Dus er zijn gewoon twee verschillende beelden. Ja, maar ik denk dat er twee belangrijke verschillen zijn. En dat bedoel ik in het algemeen, dat bedoel ik niet meneer De Leeuw of meneer Liefting of wie dan ook. NS heeft een hele hoop technische mensen, ingenieurs. En voor heel veel ingenieurs is een probleem een uitdaging. Dus een probleem is ook leuk om aan te werken. Nogmaals, dan bedoel ik niet specifiek een van de mensen die ik net genoemd heb. Een kwaliteitsman maakt onmiddellijk een afweging tussen van, komt dit goed of komt het niet goed? Moet ik ingrijpen, ja of nee? En die doet het laatste. Ja. Ik denk dat het belangrijk verschil is in de benadering. Helder, ik geef het woord weer aan mevrouw Vos. Ja, u zei net dat de zorgen over Ansaldo Breda breed binnen de NS gedeeld werden. Hoe weet u dat? Door gesprekken, informele gesprekken. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat uit uw onderzoek heb ik ook een aantal dingen weer gehoord. De zorg die er bij de NS-directie zat, die ik niet kende, alle eerlijkheid. Dus het gek is eigenlijk dat dit project werd gerund vanuit Ierland, vanuit Dublin. En dat het ook figuurlijk op die afstand voelde, hè, vanuit onze rol. Maar dat de zorg zat bij Meerstad en bij Negenbrugge, de verantwoordelijke directeuren. Ja, en daarvoor Veeman, dat proef je natuurlijk. Ja. Maar degene die zich echt zorgen zou moeten maken, die zaten ver weg in Ierland. Die maakt zich ook zorgen. Maar, ja. Ik zou bijna zeggen, maakt zich daar geen zorgen over, die maakt zich ook zorgen. Ja, die maakt zich ook zorgen, ja. We hadden het net al over, Netrein was dus niet betrokken bij het toezien op dat bouwproces. Is het nou gebruikelijk om dat Netrein niet te laten toezien op het bouwproces? Om Netrein niet te betrekken? Even terug naar de start van het project. Ik denk dat daar is een keuze gemaakt om een turnkey project, dus dan aan de markt over te laten. Ja. Dat was behoorlijk nieuw op dat moment. Ik moet zeggen, ik ben er niet bij geweest, want dan had ik een andere rol. Maar het was wel een hele andere manier van benaderen. De veronderstelling dat de markt dat kan. En die veronderstelling is gewoon niet juist en onverstandig, vind ik. Is die nooit juist of in dit geval niet juist? Ik vind dat die in principe nooit juist is, totdat je kunt vaststellen dat je partner, zeg maar de leverancier in dit geval, kan aantonen dat hij volwassen genoeg is om het project integraal te kunnen doen. Daar moet je wel mee beginnen. Je zult ergens een soort, laat maar zeggen, Engelse maturity check doen. De volwassenheid van zo'n organisatie moeten meten voordat je besluit om het turnkey aan de leverancier over te laten. En op het moment dat je daar een verschil in ziet van hetgene wat je wenst en wat je aantreft, dan moet je ofwel hulp gaan aanbieden, of je zult hulp moeten gaan organiseren. Dat had netter kunnen zijn, maar ik heb hem aangegeven, ook vanuit het rijdend personeel had dat gekund. Voorbeeld is, ik heb een DAF-truck mijn opleiding gehad. Heeft u ooit in de cabine van een vrachtwagen gezeten? Nou, die is ontworpen door een chauffeur. Door chauffeurs, die ontwerpen zo'n cabine. Dus die is helemaal ingericht op hoe gaat een chauffeur daarmee om. En het onderhoud is zo geïntegreerd in zijn vrachtwagen dat het onderhoud heel snel kan plaatsvinden, want dat ding moet rijden. Nou, mijn observatie achteraf is dat Ansaldo Breda dat niet in huis had. En op het moment dat je dat wel aan die partij overlaat, ja, dan kun je de problemen in de loop van het traject verwachten. En dat krijg je er ook niet meer in georganiseerd, dat type kennis van degene die ermee moeten werken? Nou, de interventie die ik heb proberen te doen in 2009 is om dat er alsnog in te brengen. Ja, en die interventie, dat advies is van tafel geveegd. Het was dus niet verstandig. Maar was het toen gebruikelijk in die tijd om sowieso bijvoorbeeld treinen turnkey met turnkey projecten te kopen? Ik ben vanaf 2002 bij NS betrokken. Mm-hmm. Tot die tijd, maar dat heb ik niet zelf meegemaakt. Ja. Maar dat zijn de verhalen die volgens mij wel kloppen, is dat dat voor dit niet zo plaatsvond. Dit was echt nieuw. Dat was echt nieuw. Okay. Ja. En maakt het nog verschil of je een hele grote serie hebt met bijvoorbeeld 200 treinen of een kleine serie zoals in dit geval? We hadden 19 treinen. Of je dan met een turnkey kan werken, ja of nee? Nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Met een turnkey kun je werken op het moment dat de leverancier nogmaals voldoende volwassenheid toont bij de start van het project, dat hij dat helemaal zelfstandig kan. Dat is eigenlijk bepalend of er nou 1, 2, 20, 200.000 zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat om, is die leverancier volwassen om dat te kunnen? Ja. U zegt dus, in uw boek schrijft u het ook, hè, dat het veel effectiever zou zijn geweest als degene die met de trein gaat rijden ook betrokken is bij het bouwproces. Dat voorbeeld wat u net gaf over die vrachtwagencabine. Ja.
Welke mogelijkheden waren er dan nog wel voor Netrain om Anzaldo Breda ondersteuning te bieden bij de bouw? Waren die er nog wel? Ja, ik denk dat ik heb vanmorgen niet het hele interview met de lifting gezien, maar ik denk dat die werk alles uit de kast gehaald heeft om te doen wat ik kon doen om Anzaldo Breda te helpen. Maar dat is alles uit de kast gehaald, maar weet u ook hoeveel hij dan daadwerkelijk voor elkaar heeft gekregen? Nou ja, uiteindelijk... Nee, waarschijnlijk heel veel, maar niet met het resultaat dat we uiteindelijk een goede trein hebben gehad. U had het dus wenselijk gevonden als Netrain wel had kunnen ondersteunen. Weet u nog of u met NSFSC is gesproken, de contractbeheerder, of het mocht, of het kon volgens het contract? Ik weet niet of het wel of niet volgens het contract kon. Mm. Dat heb ik niet kunnen beoordelen. Ja. In ieder geval is besloten in de directievergadering om dat niet te doen. Wat waren dan concreet nog wel de mogelijkheden om ondersteuning te bieden? Dan niet meer, hè. Op het moment dat je besluit om helemaal niks. Om de bestaande relatie te houden en het te managen als een contract zoals het afgesloten is, met de partij op afstand, dan ben je eigenlijk niet meer in staat om op wat voor manier dan ook een interventie te doen. Ja, want u zei net dat de heer Liefting waarschijnlijk alles, uit alle macht heeft geprobeerd om het wel te doen. Kon hij nou wel of niet? Op informele manier wel. Ik heb het hem niet gevraagd, maar ik kan me zo voorstellen, als je daar regelmatig komt, dat je probeert te doen wat je kunt doen, naast wat je contractueel moet doen. Daar ken ik hem ook wel voor dat hij dat doet. Om gewoon eventjes langs het contract gewoon informeel wel proberen ondersteuning te bieden. Dat zou hij volgens u wel gedaan. Daar mogen we echt wel van uitgaan. Ja. Oké. Ik heb het woord aan mevrouw Bergkamp. Nou, was het nu ook anders gelopen of waren een aantal dingen beter gegaan als Netrain meer in het proces betrokken zou zijn geweest? Tot een gegeven punt, u focust iedere keer op Netrain. Het gaat niet alleen om Netrain, het gaat ook om machinisten, conducteurs, het reizigersbedrijf. Het gaat ook om de spoor. Het zijn drie dingen naast de bouw van de trein die van belang zijn om een goed product te krijgen. Het heeft allemaal invloed op de bedrijfszekerheid. Dus u zegt eigenlijk Netrain is belangrijk dat die betrokken zou worden, maar ook de machinisten en meerdere partijen eigenlijk. Ja, Netrain vanuit het oogpunt dat hij het onderhoud moest gaan doen. Wat ik net gezegd heb is, je moet zich voorstellen, een trein kost 20 miljoen euro. Het hele apparaat, acht bakken groot. De onderhoudskosten gedurende de levensduur zijn bij een perfecte trein al twee keer zo hoog. En bij deze trein hebben we het uiteindelijk geschat op 80 miljoen. Dat betekent dat je vier keer zoveel geld kwijt bent in de levensduur als de aanschaf zelf. Ja. Dat betekent dat als je een aanschaf rekening houdt met onderhoud, dan kun je dat heel erg terugverdienen. Ja. Dus dat is hartstikke belangrijk. Ook financieel gezien is het heel belangrijk om daar goed rekening mee te houden. Ja, ook dat. Maar en ook, je kunt je voorstellen als je als je 20 schroeven moet losdraaien, of je hebt één clipje, dat scheelt in onderhoud. Ja, kan me voorstellen. En machinisten, conducteurs, moet ik iets van zeggen. 30-50% van de problemen op spoor hebben te maken met bediening. Ja. Bediening van treinen. Dat betekent dat het heel belangrijk is dat je in het ontwerp en in de bouw dat meeneemt in je kwaliteitsproces. Ja, gaf dat net aan. Ja. Ja. Ik geef het woord nog even aan mevrouw Vos. Ik had nog één vraag, maar wat stel dat het wel had gemogen, wat had Netrain dan precies kunnen doen bij Anzaldo Breda om het proces wel beter te maken? Daar zou je een hypothese over kunnen opzetten. Hè? Nou ja, ik ben gewoon benieuwd naar wat u had kunnen doen. Ja, dat is een hypothese dus. Hè? Ja, dus dit is een als-dan vraag, maar toch als-dan, wij hebben in 2013 een onderzoek gedaan. Dan hebben we gezegd, nou, we denken dat we door middel van een retrofit met alle partijen, met de Belgen, met Anzaldo Breda en het spoor en Netrain, dat we dat probleem kunnen oplossen. Ja, dat komt straks nog, dat onderwerp over die retrofit. Maar op het moment zelf, stel dat u vanaf 2006, 2007 wel met een paar mensen daar had kunnen zijn, wat had u dan kunnen doen bij Anzaldo Breda? Nou, wat ik probeer uit te leggen, misschien is het niet helemaal duidelijk, is als we dezelfde interventie hadden kunnen doen die we in 2013 hebben gedaan, nou, dan kunt u uittekenen aan de hand van de dorptijd, waar we geëindigd waren. Ja. Kijk, ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, nadat de Vira in 2013 uit de dienst was genomen, wordt u ingehuurd om een onderzoek te doen. Zogenaamde stofkam-analyse. Nee, dat is niet correct. Hoe heet de methode dan? Nee, we hebben geen methode. Het is gevraagd om een expert opinion. Een expert opinion. Op de trein, op het spoor, op de organisatie. En welk begrip?
Werd de methode of uw aanpak, kreeg je niet de titel stofkamanalyse of niet? Nee. Dat is iets anders. Een stofkamactie is een actie geweest waarbij er in één week, in eerste instantie één terrein helemaal uitgeplozen is. Maar ja, dat was één dus van dat, de vele activiteiten die we gedaan hebben om dat hele beeld compleet te krijgen. Helder, dat staat los van uw onderzoek? Nee, dat was onderdeel van het onderzoek. Het was wel onderdeel van het onderzoek? Ja. Dus de stofkamanalyse was onderdeel van uw brede onderzoek? Heel klein, hè? Stofkammetje, zeg maar, het onderzoek. Een klein stofkammetje. Ja. De hoofdvraag van uw onderzoek was, en ik citeer even, kan het V250-materiaal de railinfra, de operatie, organisatie en samenwerking met externe partijen aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen? En zo ja, wat is in grote lijnen het hiervoor benodigde herstelplan? Dat was de opdracht die u kreeg. Ja. Begrijp ik goed dat u niet alleen ging toetsen of de trein voldeed aan de koopovereenkomst, maar dat u breder ging kijken? Ik heb helemaal niet naar de koopovereenkomst gekeken. Helemaal niet? Nee. Is dat niet een belangrijk ankerpunt om daar wel ook naar te kijken? Van, hebben we nou gekregen waar we om gevraagd hebben? Misschien uiteindelijk wel, hoor. Maar in eerste instantie was dat helemaal niet interessant. Er zijn uiteraard mensen die gekeken hebben naar de koopovereenkomst. Met name van welke prestatie moet die leveren en welke kosten zitten erin. Maar niet zozeer wat hebben we nou gekocht, hebben we dat gekregen. Kunt u heel kort aangeven waar u allemaal naar gekeken heeft? Naar welke onderdelen, onderwerpen? We hebben gekeken uiteraard naar de treinen. We hebben een onderzoek gedaan in eerste instantie gericht op veiligheid. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. We hebben gekeken in eerste instantie naar, zeg maar, is het toetsingskader, is dat in orde? Hè? Zijn de normen en de regelgevingen die je nodig hebt om een trein te kunnen bouwen, is dat toereikend, ja of nee? Heb je daar voldoende houvast aan om een veilige trein te krijgen? Dat is het eerste wat we gedaan hebben. Het tweede wat we gedaan hebben is het design veilig? Of kunnen we in ieder geval vaststellen dat er geen onveilige situaties uitkomen? Het derde wat we gedaan hebben is gekeken van hoe vindt die bouw eigenlijk plaats? Ja. Dus dat waren de grote onderdelen waar en u vierde, naar gekeken heeft. Het vierde, als we ze gaan gebruiken, wat komt daaruit? Dat zijn de vier onderdelen. Ja. Toetsingskader, design, de bouw en het gebruik. En dus niet de koopovereenkomst. Er hebben ongetwijfeld mensen naar gekeken om informatie uit te halen over de prestatie die geleverd moest worden. En onderdeel van uw analyse was ook om te kijken naar onderhoud. Dat speelde daar ook een rol in? Ja. En de samenwerking met Ansaldo Breda, was dat ook een onderdeel? Als u de opdracht nog een keer terugleest, dan ziet u dat het eigenlijk begint met de organisaties. Zijn alle organisaties uiteindelijk in staat om vanuit één gemeenschappelijk belang een product op te leveren wat voldoet aan hetgene wat we nodig hebben. Ja. Dus het allerbelangrijkste was, en daar zijn we ook onmiddellijk mee beginnen, om alle partijen aan tafel te krijgen en ze ervan te dringen en zover te krijgen dat ze vanuit één belang gaan werken en gaan handelen. Dus het was een vrij breed onderzoek. En onderdeel van uw onderzoek was ook de resultaten van de stofkamanalyse. Ja, ja. Maar dat was maar een klein onderdeel. Stofkamactie is uitgevoerd door een team van mijn medewerkers. Onder uw supervisie? Ja. Dat wel? Ja. Nou, dus u heeft wel de stofkamanalyse uitgevoerd, maar het was een klein onderdeel van een veel breder onderzoek. Ja. Had u voldoende tijd om te onderzoeken? In mijn opdracht staat dat ik de opdracht aanvaard heb onder één voorwaarde, dat ik niet aan de tijd gebonden werd. Dus ik heb gezegd, ik wil het best doen, maar ik doe dat heel simpel onder twee statements, kwaliteit voor tijd en product voor contract. Ja. En dat betekent dus dat ik me niet heb laten binden aan mijlpalen wat op te leveren, maar dat ik gezegd heb tegen de NS-directie, ik zal ervoor zorgen dat als jullie een besluit moeten nemen, dat ik alle relevante informatie zo presenteer dat je een besluit kunt nemen. Er was geen deadline? Nee. Dus je had alle... Ik zal één nuance maken. We zijn begonnen eind januari. En ik denk in de tweede of derde week van mei gaf Meerstad aan, ik moet of ik wil of ik zal, ik weet niet wat de goede woorden waren, eind mei een besluit nemen. Heb je dan voldoende informatie omdat ik dat onderbouwd kan doen? En daar heb ik gezegd, ja, ik denk dat ik voldoende informatie heb dat u goed onderbouwd besluit kunt nemen. Maar u had in ieder geval ook de vrijheid dat als eind mei niet gelukt zou zijn, maar oktober, november, dat was ook prima geweest. Ja, ja, nou in ieder geval, dat was een afspraak die we in het contract gemaakt hebben. U had alle vrijheid en u had ook niet de ervaring dat er tijdsdruk, in ieder geval daar had u geen last van, maar eind mei was wel de behoefte van de heer Meerstad om dan in ieder geval informatie te hebben op basis van... Ja, dat gaf hij een week, twee, drie van tevoren aan. Dan de vraag, kun je dan al voldoende informatie aangeven? Nou, oké, we zijn nog niet klaar. Ik wil nog een aantal dingen uitzoeken, maar ik denk dat het voldoende is om besluiten te kunnen nemen. Ja, helder.
10 jaar lang hebben heel veel verschillende mensen naar de trein gekeken. De trein is gecertificeerd, is toegelaten. Er zijn verschillende testen geweest. Iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Er komt vervolgens UBrede onderzoek, maar heel veel was ook al bekend over de problemen. Wat voegde uw onderzoek nou toe aan alles wat eigenlijk al bekend was? Ik denk dat we iets één heel belangrijk punt hebben toegevoegd. Als je kijkt naar het hele speelveld wat zich afspeelt op het gebied van bedrijfszekerheid en veiligheid, zegt dat het deze tafel is, dan had iedereen een stukje van die tafel waar ze naar keken. En het bijzondere is dat iedereen zich ook precies aan het stukje gehouden heeft. En in een goed kwaliteitssysteem ga je ook eens even over schutting heen kijken en overleg je met de anderen wat heb jij gevonden, heb ik gevonden, om eigenlijk die grijze ruimtes met elkaar te vullen. Dat hebben wij gedaan. En daardoor krijg je in feite heel het speelveld op tafel goed in kaart en zie je veel meer dan alleen maar wat er in die afzonderlijke hokjes plaatsvindt. Ja, dus u heeft gekeken naar totaal, integraal en dat voegde eigenlijk toe aan... Laat ik zeggen, de eerdere lijsten die er al waren met openstaande punten, problemen. Dat was de toevoeging van uw onderzoek. Ja, en dat is toch wel heel belangrijk in de visie van kwaliteit. Is dat je niet alleen maar je eigen stuk beetpakt, maar dat je ook bereid bent om over je gebied heen te kijken. En met anderen die ook dat soort dingen doen, te kijken. Wat vind jij, wat vind ik, wat kunnen we van elkaar leren, wat kunnen we nog meer bekijken, et cetera. Dat is een kwaliteitssysteem. Normaal is dat ook een rol die bij de projectleider zit. Normaal gesproken. Maar in ieder geval voor u was het voor het eerst dat er integraal naar het totale verhaal... Ik weet niet of het eerst is. Voor mij is dat kwaliteit en daar zijn we gewoon mee begonnen. Ja, dat was uw toevoeging. Op 27 maart 2013 gaat de taskforce de fabriek in Pistoia. Er wordt ook gesproken met kwaliteitsmensen, kwaliteitsmedewerkers. En die geven aan dat hun signalen over de Vira eigenlijk niet zijn opgepakt door de leiding. Bent u bekend met het feit dat die taskforce daar geweest is? Ja. En dat er zijn ook foto's getoond van de Vira en een reactie ook gevraagd van de kwaliteitsmensen. Ja. Maar wat zegt dat nou eigenlijk dat op dat moment de mensen die bezig zijn geweest met kwaliteit zeggen van ja, onze opmerkingen over de Vira zijn eigenlijk niet gehoord door onze leidinggevende? Ja. Wat zegt dat over het kwaliteitsmanagement systeem? Ja, dat vooral. Kijk, als heel simpel gesteld, datgene wat wij aangetroffen hebben, laten we even stofkam actie pakken, dat was de eerste trein die we bekeken hebben. Ja, dat week zo ver af van wat je normaal gesproken mag verwachten. Dat er eigenlijk met twee dingen verkeerd kunnen gaan. Dat is dat ofwel de normen die gebruikt zijn en de regels die gebruikt zijn niet kloppen, of dat ze niet zijn nageleefd. Of misschien wel allebei. Was de heer Meerstad ook aanwezig? Dat weet ik niet. Ik weet dat van ons team de heer Rentier aanwezig was. We hadden een aantal dingen verdeeld. Maar de heer Rentier was met name bezig om de operationele mensen aan elkaar te binden. Echt die feitelijke dingen te onderzoeken met zijn team. Die was er zeker bij. En ik vermoed, maar dat is echt een vermoeden. Maar dat weet u waarschijnlijk beter dan ik. Misschien even op papier staan. Ik denk mevrouw van Vroonhoven, denk ik maar. In ieder geval van ons team zal het met Heer Rentier geweest zijn, denk ik. Oké. Maar in ieder geval, u zegt dat zegt dus wel degelijk dat het kwaliteitsmanagement systeem eigenlijk in de praktijk onvoldoende werd toegepast. Ja, dit was een kwaliteitsmanagement systeem uit de 70 jaar van de vorige eeuw. Terwijl kwaliteit gaat over gedrag van mensen. Het gaat niet over afvinken en heeft u wel of niet een zwemdiploma, waar wij spreken. Ja. Op zich is dat natuurlijk wel triest dat in het forum met mevrouw Vos heeft u aangegeven een aantal quick scans uitgevoerd. Toen heeft u eigenlijk op dat moment al problemen gesignaleerd over het kwaliteitsmanagement systeem. Dan gaat vervolgens aan het einde van de rit 27 maart 2013 nog eens een keer in taskforce en die concludeert eigenlijk of ervaart hetzelfde. Dus dat, ik weet niet hoe u dat zeg maar intern besproken heeft. Van goh, dat had ik toen al gezien. Ja, daar heb je niks aan om daar naar terug te kijken. Ja. Ja. Maar wel verbazing, of niet? Bij mij niet. Bij u niet? Ja. Ja. De heer Van Herwaarden, de inspecteur van de ILT, de inspectie die de Vira toeliet, die zei in het verhoor over het kwaliteitsmanagementsysteem en het certificaat wat daar is voor afgegeven, dat het mogelijk onterecht is afgegeven. Deelt u die mening? Daar heb ik geen mening over. Ik ben absoluut geen specialist op het gebied van toelating. Dus dat, nou, als ik u voorhoud dat een kwaliteitsmanagement systeem een certificaat krijgt op een moment dat het ook is toegepast en ook is gewaarborgd in de praktijk. U bent vrij kritisch over het kwaliteitsmanagement systeem in de praktijk.
Vindt u het dan vreemd dat er een certificaat is toegekend? Nou, ik heb het meeste geleerd van uw verhoor daarover. En dat zei volgens mij alles. Volgens mij heeft u een hele duidelijke mening over. Ik ben daar niet in thuis. Ja. Maar wat vond u duidelijk aan, want we verhoren u nu. Nee, dat begrijp ik. Niet dus. Mevrouw van Torburg. Dat is ook niet de bedoeling dat ik u vraag stel. Dus. Ja. Nou, goed, maar wat vond u de kern? De kern, zei ik net, wat ik net verteld heb, is dat de toelating pakt een klein stukje, zeg maar, van deze tafel beet. En de toelating, beoordeel ik, is een van de processen waarbij je een stuk van het risico weet te elimineren. En je kunt nooit zeggen dat er een volledig veilig product uitkomt. Dat ondersteun ik. Ja, maar het lijkt erop alsof u wel een hele duidelijke mening daarover heeft. Nou, dat is. Nou, u zei net van dat u het meest geleerd heeft even van ons verhoor van de inspectie. En wat was dan zo? Nou, moet ik alles beantwoorden. Ik ben geen specialist van toelating. Ja. Heel duidelijk zijn, maar mijn veronderstelling was, of het nou wat voor product is, dat een toelating een strakke rol heeft in dat hele proces dan nu gebeurd is. Dat verbaasde me. Maar misschien is dat wel zo afgesproken, dat weet ik niet. Ja. Maar dat is op basis van het verhoor wat ik gehoord heb. Ik krijg nog niet helemaal concreet, snap u nog niet helemaal wat u dan zo, wat u triggerde, zeg maar, in dat verhoor wat wij als commissie hadden met Nou, de verbazing die ik zag in het verhoor van mevrouw van Torenborg, die ontstond bij mij ook. En waar verbazing over? De verbazing zat er met name in dat ik verwacht had dat de toelating een veel strakkere rol had in het hele proces, een groot stuk van die tafel beetpakt, om het zo maar te stellen, dan nu gebeurd is. Helder. Maar het zegt niks, daarom ik ben geen specialist, of het wel niet goed gebeurd is. Ja, helder. Ik geef het woord weer even aan mevrouw Vos. Ja, nog even volgens mij die discussie. Volgens mij hadden we het net over het kwaliteitsmanagement systeem. En volgens mij in 2006 had u al gezien van aan het kwaliteitssysteem deugt niks. Dus daar had u wel degelijk een mening over. Volgens mij ging het daarover. En mevrouw Bergkamp vroeg net, de heer Van Herwaren zei van dat het kwaliteitsmanagement systeem was wellicht niet terecht toegelaten. Maar wij kregen de indruk ook op basis van wat u net zei, dat u dat misschien ook wel onderschreef. Op basis van de twee keren dat u de fabriek had gezien. Nou, ik heb in 2006 niet geconstateerd of het systeem niet werkt. Maar als je even toch terug naar wat voor mij een kwaliteitsmanagement systeem is. Dat is voor 20% is het toetsen of de procedures zijn gevolgd. Maar voor 80% heeft het te maken met zie een organisatie bezig die zich continu aan het verbeteren is. Die leert waar informatie is over wat hebben we nou gepresteerd gisteren, zodat we morgen dingen kunnen verbeteren. Dat is voor mij kwaliteit. Dat heb ik niet gezien. Ja, dat is meer de uitvoering en inderdaad niet het afvinken van of inderdaad bepaalde... Nee, ja, dat vind ik. Dat hoort er ook bij, maar dat is maar 20% van het verhaal. En we hadden het net ook over, mevrouw Bergkamp vroeg u over dat onderzoek wat u dus vanaf januari 2013 ging doen, wat nou precies nieuw was. En u zegt dat het nieuwe was dat ik naar al die onderdelen keek, al die processen, en ik zag dat iedereen in zijn hokje zat met wat grijs gebied daartussen. Heeft dat nou bijgedragen aan de problemen? Dat iedereen in zijn hokje of zo, je wilt, wagonnetje bleef zitten en niet, zeg maar, de link maakte naar de andere hokjes? Mijn observatie is, nogmaals op basis van het onderzoek in 2013, dat inderdaad een van de punten is geweest. Nogmaals, dat je in een kwaliteitssysteem kijk je ook over je schutting heen en ga je in overleg met andere partijen om. Dat is niet gebeurd. Er is gewoon niet over de eigen schutting heen gekeken in al die hokjes. In ieder geval verre van voldoende. En dat is de belangrijkste meerwaarde eigenlijk van uw onderzoek. Ja. Ja. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, in uw onderzoek heeft u ook gekeken naar het ontwerp. Is dat nog onderdeel geweest? Ja, nou, dat ontwerp hebben we zeker naar gekeken. En dan in eerste instantie vooral vanuit veiligheidsoogpunt. Okay. En hoe beoordeelt u het ontwerp? We hebben er uiteindelijk in vastgesteld dat het ontwerp intrinsiek veilig is. Dus we hebben daar geen aanwijzingen gevonden dat er hele grote risico's zijn dat het onveilig is. Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen intrinsiek veilig en extrinsiek veilig? Nee. Maar u zegt het ontwerp is intrinsiek veilig. Ja, dat is een hele rare kreet. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook heel vaak gehoord in verhoorden. Maar er bestaat geen extrinsieke veiligheid dus? Nee, ik heb nooit over nagedacht. Ik vind het een goede vraag. Nou, u blijft maar complimentjes uitdelen. Ja. Waar was het op gebaseerd, zeg maar, dat het ontwerp goed was? Er wordt gekeken vooral naar, zijn alle mogelijke veiligheidspunten meegenomen in zijn ontwerp? Zijn alle veiligheidsregels toegepast? Heeft men daar ook, wat je eigenlijk in de productie mist, heeft men ook gekeken wat zou er kunnen misgaan in het ontwerp? Wat zou de gevolgen kunnen zijn?
Dus men heeft, vind ik, tenminste dat is ook de mening van de mensen die dat helemaal uitgezocht hebben. En dat is van links, van rechts, van onder naar boven geweest. Men heeft vastgesteld dat daar vanuit alle mogelijke posities gekeken is naar het ontwerpgebied van veiligheid. Ja. En dat dus het ontwerp, was veilig, maar er moest wel een herontwerp komen van de zij- en onderbeplating en de laagbespanning. Ja. Maar dat had niks te maken met veiligheid. Nee, dat had op den duur mogelijk tot problemen kunnen leiden. Maar dat waren in instantie geen veiligheidspunten waarvan we zeiden, hey, dat komt niet goed. Ja. Het ontwerp was dus goed. Waar is het dan misgegaan? Het is misgegaan in twee punten naar mijn idee. Dat is de vertaling van het design naar zeg maar specificaties, hoe je dat in elkaar moet zetten, het gebruik van materiaal, zeg maar de hele werkvoorbereiding en de engineering. Daar is het fout gegaan. En vervolgens in de assemblage zelf. Dus de vertaling dus de uitvoering, van... De uitvoering, ja. Daar is gewoon helemaal spaak gelopen. Nou, u constateert ook dat de levensduur minder is dan verwacht. 15 jaar in plaats van 30 jaar. Waar baseerde u dat op? Ja, dat is een klein beetje natte vingerwerk, hoe gek het ook klinkt. Maar dat is gebaseerd op dat je uiteindelijk kwaliteit niet meer in een trein kunt sleutelen. He, je hebt toch te maken met een product wat van sleutel niet meer beter wordt. En mijn inschatting was dat hij 30 jaar nooit zou gaan halen. En dan kun je wel zeggen, ja, dat gaan we doen. Ik heb aangegeven voor de berekeningen voor Meerstad. En het werd ook ondersteund door het team, 9 tot 15 jaar. Maar er zat niet een exacte wetenschap onder, u zegt natte vingerwerp. Het was meer gebaseerd op de ervaring tot nu toe met de trein. Ja, misschien doe ik met die natte vinger mezelf een beetje tekort en mijn team tekort. Uiteraard wordt er goed naar gekeken op basis van de ervaringen andere treinen. Maar het is zeker een exacte wetenschap, omdat dat moet zich in de loop van de tijd natuurlijk bewijzen. Ja. U heeft gekeken zeg maar, of de trein voldeed aan wat nodig is. Is er ook naar het ontwerp gekeken? Van de trein? Ja. Jazeker. En op twee punten zei u, moest de trein aangepast worden. De voorbeelden die ik net gaf, dat waren eigenlijk de enige twee. We hebben uit mijn hoofd twee punten gevonden. Dat was de laagspanning. Laagspanningvoorziening. Ja. Het probleem met de batterij, die kent u. Wat ik me ervan herinner, had dat vooral te maken met thermische beveiliging, isolatie en dat soort zaken. En de zijbeplating, waar vragen over waren. Dus dat weten we niet zeker, maar hadden we in ieder geval bedenking bij. Dat was, hadden zeker nog twee punten van onderzoek geweest in het ontwerp. Dus bedenkingen over het eventueel herontwerpen van de zij- en onderkant, zeg maar. Maar wel was u wat strikter over de laagspanning. Ja. Dat moest, dus zo interpreteer ik het goed. Ja. U heeft ook gekeken naar de samenwerking tussen NS en Ansaldo Breda. Wat was uw conclusie daarover? Heeft dat meegespeeld in uw eindoordeel? Wat bedoelt u mijn eindoordeel? Nou, op een gegeven moment heeft u gezegd qua retrofit 17 tot 22 maanden. Ja. In hoeverre heeft de samenwerking met Ansaldo Breda daar ook een rol in gespeeld? We hebben uiteindelijk een retrofit voorstel gemaakt. En dat komt uit op, ik dacht, 29 maanden uiteindelijk. Dat bestaat voor een stuk uit een technische doorlooptijd. En Mott McDonald heeft met name de technische doorlooptijd gekeken. En die hebben geloof ik 17 maanden vastgesteld. En ik dacht iets van 20 of zo. Ik weet niet of meer. Maar heel belangrijk is, voordat je kunt beginnen, dat je alle partijen achter je plan krijgt. Dat er weer contracten zijn. Dat er mensen zijn. Dat er middelen zijn. Dat er materialen zijn. En dat vroeg een bepaalde manier van samenwerking die er daarvoor natuurlijk niet geweest was. Ja. Dus ik heb rekening gehouden met mijn plan dat dat tijd zou kosten. Ja. Was dat zeg maar de pessimistische factor in het bepalen van hoe lang het zou duren om te komen tot een eindoplossing? Nee, ik heb geen pessimistische, optimistische scenario's geschetst, gewoon een realistisch scenario. Realistisch. Ja. Dus je heeft gewoon gekeken van hoe de samenwerking was met Ansaldo Breda. Ja. En die was, zegt u, niet echt goed. En die factor heeft wel meegespeeld om dat het daardoor langer zou duren om tot een oplossing te komen. Ja, we hebben even heel concreet op 1 juni. We hebben een plan gemaakt vanuitgaande dat we op 1 juni zouden beginnen. Ja, en op 3 juni heeft over de NS bekendgemaakt om te stoppen. We starten op 1 juni. En ik ben zeg, oké, jongens, dan gaan we vanuit dat je 3-4 maanden bezig bent. Voordat alle partijen echt achter het plan staan. Dat het contractueel geregeld is. Dat je de spullen hebt, noem maar op. En dan de volgende fase is de hele werkvoorbereiding goed doen. Dat is natuurlijk een probleem in het verleden. Ja. Ook tijdens stoppen. En dan gaat de technische doorlooptijd in. Helder. U heeft een breed onderzoek uitgevoerd, maar er is ook een rapport geweest, een soort second opinion van Mott McDonald. Ja. En Mott McDonald, er zijn wel wat verschillen tussen uw conclusies en het rapport van Mott McDonald.
Bijvoorbeeld, het Mott MacDonald zegt van nou, het kost ongeveer 17 maanden. Of 17 maanden kost het om de trein aan te passen. En uw onderzoek constateert dat dat veel langer duurt. Nou, dat heb ik net toegelegd. En dat heeft dus te maken met de factor Ansaldo Breda. Nou, er staat iets toevoeg. Als u het rapport van Mott MacDonald leest, in de samenvatting van pagina 3, er staat een hele mooie zinstede. Een indicative estimate. In de range van. Dus een indicatieve schatting in de range van. Dat zijn al drie afzwakkingen van een zekerstelling. Ja, in die tand moet ik ook naar kijken, ook naar ons onderzoek. Je doet zo goed mogelijk inschatten van wat er zou kunnen gebeuren. Zij hebben gekeken naar de technische doorlooptijd. En als u kijkt in het rapport, ziet u ook dat ze er wel een aantal voorwaarden hebben verbonden. En die heb ik u net gegeven. Dat zijn de voorbereidingstijd, het alignment van de partijen. En heel belangrijk, aan de achterkant, ook de certificering weer. Zorgen dat elke trein onomstotelijk bewezen is dat hij veilig is. En of de INLT dat wel of niet moest doen, dat hadden we zelf gedaan. Maar er was geen trein op het spoor gegaan voordat we zeker wisten voor elkaar zou zijn. Daar heb ik vat dit even samen om u goed te begrijpen. U zegt van Mott MacDonald heeft naar een aantal dingen niet gekeken waar u wel naar heeft gekeken. Namelijk de alignment, de samenwerking met een aantal partijen en betrokkenheid daarbij. En ook de constatering dat de treinen daarna weer gecertificeerd misschien zouden moeten worden. Ben ik vanuit gegaan dat het absoluut en toegelaten. Ja, ja. En u heeft de samenwerking met Ansaldo Breda daarin opgenomen. Ja. Dat waren zeg maar de drie grootste factoren om een verklaring te bieden. Ja. Dat uw onderzoek uitgaat van een langere doorlooptijd. Ja. Mott MacDonald constateert dat de trein grotendeels voldoet aan de specificaties uit de koopovereenkomst. Deelt u dat? Nogmaals, dat weet ik niet. U heeft niet gekeken, nee. Helemaal, ook niet naderhand? Nee. Dus die vergelijking kunnen we zeg maar niet met elkaar... Ja, maar daar kunt u wel op vertrouwen, dat zeggen. Ja. Uw conclusie was dat de Vira buitensporig veel fouten had. Mott MacDonald concludeert dat ook, maar zegt, kijk naar de specificaties, dat de trein veel afwijkingen had, maar dat heel veel van die afwijkingen zijn geaccordeerd door NSFNC. Heeft u daar nog naar gekeken in hoeverre zaken zijn geaccordeerd of niet? Nee. Dus dat heeft geen rol gespeeld in uw onderzoek? Niet. Absoluut niet. Mott MacDonald noemt ook de afwerkkwaliteit onvoldoende, maar vindt dit geen groot probleem. Als ik kijk naar uw onderzoek, dan vindt u dat wel een groot probleem. Ja, wat is daar nu de verklaring van, de verschillen tussen uw onderzoek en Mott MacDonald? Dat is maar de vraag wat beide partijen onder een groot probleem verstaan. U vond het in ieder geval een groot probleem. Nou, ik vind een montagefout op zich hoeft geen probleem te zijn. Maar de veelheid aan montagefouten in zijn geheel, dat wordt wel een probleem. En dat is mijn vaststelling geweest. Er waren zoveel problemen en ook heel veel verschillende problemen bij de treinen, dat op zich een hele organisatie vraagt om dat te herstellen. En dat is op zich allemaal oplosbaar en ook niet moeilijk, maar het gaat wel heel veel tijd en coördinatie vragen. En als zodanig zie ik dat als een probleem. En dan gaan we naar een ander, dat opvallend verschil tussen uw onderzoek en Mott MacDonald. Als we kijken naar uw onderzoek, dan wordt gesteld de Vira's te repareren, maar niet bedrijfszeker te krijgen. Zeg ik dat? Dat is uiteindelijk vanuit uw input is dat in een NS-stuk zeg maar terechtgekomen als conclusie. Of herkent u dat niet? Nee, dat staat niet in het NS-rapport. Dat staat misschien niet goed als u dat dan even kan toelichten. Die conclusie is wel op basis van uw onderzoek door de NS getrokken. Ik weet niet wat er letterlijk staat, maar zou me verbazen dat erin staat. Dus mag ik het zien? Of, zie nee, dan reageert u gewoon wat de constatering is geweest, is dat er in de specificaties waarbij de trein gekocht is, er bepaalde bedrijfszekerheidsnormen zijn opgenomen. Nou, wat we hebben vastgesteld, is dat we die niet kunnen halen. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld meer uitval uiteindelijk zouden realiseren naar de retrofit dan er gecontracteerd was. Dat we meer onderhoudskosten zouden hebben dan gecontracteerd was. Dat verschil heb ik laten zien. Dus ik heb aangegeven dat er meer uitval zou zijn, meer vertragingen zouden zijn en meer onderhoudskosten zouden komen. Maar dan heeft u toch wel naar de koopovereenkomst gekeken? Heb ik al aangegeven in het begin. We hebben een aantal specificaties die we nodig hadden voor het onderzoek hebben we eruit gehaald. En dat was input en daar heeft u tegen afgezet? Ja. Dus u zegt van ja, als we kijken naar de Vira, dan zou die wel te repareren zijn geweest. Maar je zou wel een lange periode nodig hebben gehad, hè, zogenaamde retrofit. Ja. En hoeveel maanden zou dat kosten? Als ik goed terugtel, dan kom ik om 29 maanden uit. 29 maanden. Ja. Ja. Omdat het gaat over de samenwerking met Ansaldo Breda, het certificeren, toelaten. Ja. En vooral de verbinding van alle partijen in het geheel om daarbij betrokken te worden. Dan kijk ik even als zodanig even naar
Nee, we gaan door. Toen NSFC zeg maar de treinen overnam, waren er nog heel veel openstaande punten. En wij zoeken even van wat zijn nou echt nieuwe punten geweest vanuit uw onderzoek. U heeft zelf al aangegeven, nou, wij hebben u heeft meer een integraal verhaal. Maar zijn er nou ook uit uw onderzoek echt nieuwe punten gekomen? Ik moet zeggen, u heeft vanmorgen de vraag gesteld aan meneer Liefting. Ik weet niet wat de verhouding is van wat er al was en wat er nog niet was. Er was van beide gewoon heel veel. Er waren heel veel oude punten en heel veel nieuwe punten. Ja. Nou, zijn conclusie was vanochtend van het gaat over dezelfde type punten. De aard is hetzelfde, alleen het kwam op veel meer plaatsen voor. Ik denk dat een goede conclusie is, ja. Waren die punten nou ook nog gerelateerd aan veiligheid? U zei daar het begin wel wat over, maar of waren het echt meer zaken die op termijn zeg maar tot een veiligheidsissue zouden kunnen komen? Ja, als je ervan uitgaat dat je probeert om zoveel mogelijk veiligheidsrisico's uit te sluiten, dan was een veiligheidsrisico wat onherroepelijk op een gegeven moment was opgetreden, een risico, is dat de veelheid van fouten en het niet meer kunnen bijhouden in het onderhoud had kunnen leiden tot een incident, had kunnen leiden. Dus de veelheid aan problemen in zijn totaliteit had een probleem geworden. Nou, de heer De Leeuw gaf ook aan, die heeft een soort indeling gemaakt in categorieën van bestaande punten, nieuwe punten, punten die pas ontstaan zijn tijdens het rijden. Ja. Heeft u ook zo'n categorie-indeling gemaakt? Dat niet. Heeft de heer De Leeuw het met u besproken, zijn indeling in categorieën? Niet met mij persoonlijk, maar Richard De Leeuw was onderdeel van het operationele team, wat onder leiding stond van Alex en Tier. Dus ik ga ervan uit dat die punten daar op tafel zijn gekomen. Als we nou terugkijken, en we hebben in de verschillende voorhoren ook aandacht besteed aan het voortijdig overnemen van de treinen van Ansaldo Breda. Zijn de treinen dan eigenlijk te vroeg overgenomen op het moment dat er zoveel punten nog zijn en ook op veel plaatsen voorkomen? Kijk, het vak wat ik uitoefen moet ik afgaan op eigen waarnemingen. En hier ben ik niet bij geweest, dus dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Had u zo'n trein overgenomen? Want u heeft het onderzoek gedaan. Dan moet ik de overnameprotocollen kennen. Dan moet ik weten hoe de regels zijn. En dan kan ik daar kan ik iets van vinden. Maar u zegt wel in uw onderzoek dat het nog 3 jaar eigenlijk, hè, als we kijken naar de totale doorlooptijd. Het kost nog 3 jaar, wil die trein weer gaan rijden. Ja. En opnieuw gecertificeerd, opnieuw toegelaten. En dan kunt u niet concluderen dat de treinen voortijdig zijn overgenomen. Nogmaals, dat kan ik niet concluderen omdat ik niet weet onder welke condities dat moet gebeuren. Dat is een procedureel antwoord. Zo werkt het wel, hè? Dus daar moet ik dan bij geweest zijn op dat moment om er iets van te kunnen vinden. Ik ben er niet bij geweest, dus ik kan er helaas ook geen mening over hebben. Maar u zegt de treinen, hè, vanuit uw onderzoek, het duurt 3 jaar voordat de trein weer kan rijden. Dus op basis van uw onderzoek. De trein is gecertificeerd en toegelaten en moet weer opnieuw gecertificeerd en toegelaten worden. Dat is heel ernstig, 3 jaar. En we kijken ook, hè, dat is denk ik ook een belangrijk doel van deze commissie, om te kijken van wat zijn nou punten wat je in dat proces ook kan leren. En u geeft zelf aan, het is zo mooi dat mensen buiten hun eigen grenzen kijken. Ja. Maar ik merk in dit voor dat u het ook soms lastig vindt. Nou, wat bezit u dat op dan? Nou, u zegt net tegen mij van, dan moet ik weten wat de overnameprotocollen zijn. Ik zou heel graag van u willen weten, kijken naar het proces. Van wat kan je nou beter doen om niet in de situatie te komen wat nou de uitkomst is van uw onderzoek, 3 jaar. Ja, maar met alle respect, mevrouw Bergkamp, u vraagt me iets waar ik niet bij geweest ben. Ja. Dat is, en dan vraagt u een feitelijk antwoord van mij, ja of nee. Nou, dat kan ik u niet geven, ik ben er niet bij geweest. Ja. Ja? Zo simpel is het, hoor. Maar u bent directeur geweest van Netrain. Zou u zeg maar op het moment dat een trein zoveel openstaande punten heeft, zou je dan adviseren, want Netrain is ook betrokken geweest bij de APTO-discussie, voortijdig overnemen, zou u geadviseerd hebben, neem deze trein niet over. En ik vraag dat vanuit uw vakmanschap. U kunt die vraag 10 keer stellen aan mij. Ik zeg u, ik ben er niet bij geweest. Ik baseer me bij dat soort dingen op de feitelijke bijzijn en eigen waarnemingen. En dat kan ik in dit geval niet. Ja. Netrain is ook betrokken geweest bij het voortijdig overnemen van de trein. Dat was toen ook een behoorlijke lijst met openstaande punten. Maar u zegt van, daar ben ik niet bij geweest, dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Nee. Was het opzeggen van de koopovereenkomst het juiste besluit? Had u daar nou begrip voor, alles overzien? Dat je op basis van uw onderzoek niet zegt van nou, we gaan door met de treinen? Ik bedoel helemaal het einde. Ja. Nou, ik heb natuurlijk een onderzoek gedaan vanuit mijn opdracht, mijn perspectief. Ja. En misschien kan ik hem anders beantwoorden. Meerstad heeft mij gevraagd toen hij het besluit genomen had. Met de wetenschap, jij bent altijd kritisch geweest. Vind je dit een verstandig besluit? Want dan heb ik gezegd, ik vind het verstandig, ja. Ik ga mijn vraag toch nog een keer anders aan u formuleren. Om te hopen dat u daar een
in ieder geval mening over heeft. Is het niet raar dat je een trein overneemt waar vervolgens je nog 29 maanden aan moet sleutelen? Moet ik weer hetzelfde antwoord geven? Ik ben er niet bij geweest. Dan zou ik moeten weten hoe dat hoort plaats te vinden. Dan moet ik de procedures kennen, ik moet de regels kennen. En als ik dat weet, kan ik u een antwoord geven. U heeft geen mening of dat raar is dat een trein die je overneemt nog 29 maanden... Nee, heb ik geen mening. Heeft u geen mening over? Weet u waarom de NS aan u specifiek heeft gevraagd om dit brede onderzoek te doen? Nee. U zei niet op een gegeven moment, hey, waarom ik? U was heel kritisch, hè, 2006, 2009... Ik heb die vraag niet gesteld. Nee. Heeft u een beeld? Een waarom? Ik hoop dat ze geweldig onder de indruk waren van mij bij spreken. Maar ik heb het niet gevraagd. Het is niet zo omdat u al ervaring had met Ansaldo Breda? Dat u daar een paar keer had rondgelopen? Ja, ik begrijp dat u stelt dezelfde vraag. Ik weet het niet. Ik heb er niet naar gevraagd. U weet niet waarom u de opdracht kreeg? Nee. Heeft het woord aan mevrouw Vos. U zei net wel dat de heer Meerstad aan u vroeg, wat vind je ervan dat we de koopovereenkomst opzetten? Want jij bent altijd zo kritisch geweest. Ja. Dus u stond bekend als een criticus van dit project, het proces. Dat heeft u inmiddels wel ervaren. Ja, dat hebben we ervaren, ja. En dan vraagt de heer Meerstad aan u dus, wat vind je er nou van? Achteraf, hè? Achteraf. Na het besluit genomen is. Wanneer vroeg hij dat? Toen hij het besluit genomen had. Dus dat was in juni 2013? Dat was eind mei. Dat is heel interessant. Want eerder heeft men, dus ook die vraag die mevrouw Bergkamp u net stelde, van waarom vragen ze nou u? U weet, dat heeft echt niks te maken met het feit dat u gewoon kritisch was en dat ze daarom u vroegen? Dat weet ik niet. Of ik heb die vraag niet gesteld. Dat is ook niet verteld. Dat is ook u niet verteld? Nee. En nog even één vraag over die treinen. U heeft gezegd... De hele retrofit zou 29 maanden duren. Is dat dan voor de hele vloot? Of wanneer zijn dan de eerste treinen weer inzetbaar na zo'n retrofit, volgens uw rapport? Dan moet ik even mijn geheugen graven. Misschien heeft u de geest bij de hand. Maar wat ik me kan herinneren is dat we in eerste instantie de vraag zijn, wanneer kun je een dienstregeling uitvoeren? Nou, daar heb je 4 treinen voor nodig die continu kunnen rijden. En de inschatting was dat we 9 treinen via de retrofit klaar zouden moeten hebben om uiteindelijk 4 in een continue dienst te kunnen krijgen. En naar ik me kan herinneren, zou dat geweest zijn na een maand of 15. 1 april volgens mij, 2015, hebben we net gehad. Nou, wij spreken kunnen rijden die dingen. Maar het hadden dus de eerste fase 9 en dan vervolgens vrij snel daarna die andere 10. Dus die 29 maanden waren gebaseerd op die 9 die je nodig hebt voor een volledige dienstregeling? Nee. Inclusief die 10 anderen. Inclusief de 10 anderen, dus dat is voor de hele vloot. Hele vloot. Voor de 19 treinen heb je 29 maanden nodig. Ja. Goed, ik geef het woord aan de voorzitter. Die zeer belangstellend heeft geluisterd en dan houdt me één ding bezig. U was sinds 2006 kritisch. En dan lijkt het bijna wel alsof u een roepen in de woestijn was en dat het uiteindelijk bij het slot het uitkwam om wel eens naar u te luisteren. Als ik dat nou aan u voorleg, wat is daar dan op uw reactie? Dat moet u nog een keer doen. Hoe zei u dat? Wij hebben in het verhoor een aantal keren aangegeven dat wij hebben gelezen dat u heel kritisch was. Dat heeft mevrouw Vos en mevrouw Bergkamp ook heel goed met u doorgenomen. 2006, 2009. Steeds zegt u uit deze fabriek komt nooit een goede trein. U spreekt zelfs geheel buiten uw rol de directeur aan. Dat ziet eruit als een roepen in de woestijn die roept dit wordt niks. En helemaal aan het eind, u zegt letterlijk, als het besluit al is genomen, vraagt Meerstad, die erbij zegt, want je was altijd al kritisch, een analyse te maken. Dan komt het toch uiteindelijk aan het eind misschien wel uit om te luisteren. Ik begrijp werkelijk niet wat u bedoelt. Ik denk dat u heel goed begrijpt wat ik bedoel. Nee, studie echt niet. Ik ga proberen de vraag te beantwoorden. Moeten we even toch nu stellen. U heeft in 2006 heel kritisch gereageerd op wat u zag. Ja, ik ben altijd heel kritisch geweest, correct. U heeft in 2009 ook weer heel kritisch gekeken. Ja. Ja. En er wordt nooit naar u geluisterd, want er gebeurt niks. Precies, er is wel heel goed naar me geluisterd, maar er gebeurt helemaal niks. In ieder geval onvoldoende. Ja, de trein rijdt gewoon door. Die trein rijdt gewoon door. Ja, oké. Okay. Ja. En aan het eind gebeurt er van alles en heeft men een besluit genomen om kritisch te kijken naar die trein. Waarbij ik vastgesteld heb dat het uiteindelijk oplosbaar is, hè? En dan zegt Meerstad, letterlijk tegen u, want je was altijd zo kritisch, ga jij nou eens naar die trein kijken? Nee. Nou goed, dan hoor je dat zei u letterlijk net. Nee, dat is niet waar. Daarom begreep ik goed, niet. Goed, daarom zegt u het maar.
Zegt u? Zeg maar wat u wel zei dan. Nee, het gaat even om de timing. De vraag was of ik heb aangegeven, wat vond u van het besluit om die treinen er uiteindelijk uit te halen? Mm-hmm. Dan heb ik het over het besluit om de treinen terug te sturen naar Italië. Tenminste, heb ik de vraag van mevrouw Vos begrepen. Ja, dan vraag ik dat is helemaal aan het eind van het traject, toen ons onderzoek klaar was. Hè? Dus toen hebben we vastgesteld dat de treinen op te knappen waren. Wat ik gezegd heb tegen Meerstad, ik kan het besluit, dat begrijp ik wel. Want het kost veel meer. Je gaat nooit 19 of 18 treinen kunnen laten rijden. Ik kan me ook voorstellen, maar dat is het perspectief van de directie. Het blijft natuurlijk altijd een dossier wat ellende blijft opleveren. Daarna 4 jaar kom je nooit vanaf. Dus ik begrijp dat besluit wel. Maar het had niks te maken met mijn onderzoek. Mijn onderzoek gaf juist aan dat het op te knappen was. In tegenstelling wat ik vroeger gezegd heb. Dus vandaar dat ik u niet helemaal begrijp. Oké. Helder. Maar uiteindelijk, helemaal aan het eind, bevestigt u eigenlijk, of worden de signalen die u eerder had gezien, toch bevestigd? Ja, helaas wel. Ik denk dat is wel een conclusie. Ik heb iets geconstateerd in al die tijd. En als we hadden kunnen doen wat we hadden voorgesteld, dan hadden we nu ongeveer de eerste treinen gereden. Ja, dat is 12, 13 jaar na. Ja, dat kunnen we geen... Geen soepel proces noemen. Nee. Dan... Sorry dat ik u niet helemaal begrijp. Nee, maar ik was gewoon goed aan het luisteren. Ik denk, u heeft het altijd gezegd. En het leek wel een beetje een roepen in de woestijn. En helemaal aan het eind gaat men inderdaad heel erg naar u luisteren. Dat viel me op. Roepen in de woestijn is wat zwaar. Er waren meer mensen bezorgd. Ik heb het heel duidelijk gesteld. Ik denk dat het... Dus ik riep niet vanuit de woestijn, maar vanuit... En u heeft geconstateerd dat met uw bevindingen... Niets is gedaan. In ieder geval onvoldoende. Het heeft niet geleid tot een interventie. Oké. Dan kom ik tot de slotvraag, want wij komen aan het eind van het verhoor. En dan is ook voor u de belangrijke vraag aan de orde. Heeft u in de periode dat u betrokken was bij het hele project V250 signalen gekregen van onregelmatigheden? Nee. Van zaken die op een andere manier niet door de beugel kunnen, waar u zich grote zorgen over maakt? Nee. Dan sluit ik hiermee dit verhoor. Dank u wel.